de hond hier gaan wonen, de hele familie. Oh! Mijn mama is bij Stanley, ik ga daar in de buurt, dus ja. Ik laat de jongens van de muziek op. Ja, heeft je voor. Ja, ja. Wat noemen we deze vlag? Dus omdat ik uit Polen kom, is onze nationale vlag. Komt u ook uit Polen? Ja. Ik kom ook van Polen. En je woont in Nederland? Yes, I live in Sluiskil. Ah ja. And you like it to be here? Of course, yes. And we are also very proud from Polish soldiers, so that we are here. Een oud strijder. Geen oud strijder. Maar wij zijn een groep die als herdenking van de strijders die hier geweest zijn, zijn wij als dusdanig verkleed en de kleding die ze toen droegen. Komen jullie uit Sluiskil? Wij komen niet uit Sluiskil, wij komen uit Hulst. En daar hebben wij eigenlijk al jaren een groep als collegepaardje met vlaggen. En wij hebben ook een paar pijpers en we doen ook samen met de Seaforce Highlanders uit Gelderland. Als er een groot evenement is, dan vragen wij of ze mee willen komen. Ik ga starten met de burgemeester het woord te geven die vanuit de gemeente zijn verhaal gaat vertellen en de rest volgt allemaal vanzelf. Burgemeester. Ja, dankjewel. En fijn dat ik bij jullie mag zijn. We hopen dat de regen er even mee ophoudt dadelijk. Want het is ook koud. En mooi om jullie hier te zien aankomen, ook met de lege voertuigen. We hebben gisteren een mooie onthulling van een standbeeld van generaal Maciek. En aan de Grieten, een Poolse generaal die een belangrijke rol heeft gespeeld in de bevrijding. En als we dan inzoomen op Sluiskil, aan het kanaal, dan is te begrijpen dat zeker in oorlogstijd, dat dit ook zo'n plek is waar heel zwaar gestreden is voor onze vrijheid. Zowel Poolse als ook Canadese soldaten die in een aantal gevallen hun leven hebben gelaten voor onze vrijheid. En op 21 september 1944 hebben de Canadese tanks uiteindelijk Sluiskil bevrijd. We gaan straks, want ik noemde de Poolse en de Canadese soldaten, maar het is ook goed om stil te staan bij anderen die een bijdrage hebben geleverd. En dan noem ik de Franse luitenant-vliegenier Erwin Boudry. We gaan straks naar het monument ter zijn nagedachtenis. Aan het begin van de oorlog, in 1940, was Erwin als soldaat al in Nederland en in België om te vechten tegen het oprukkende Duitse leger. En daarna werd hij, hoe jong hij was, werd hij door de Engelse RAF getraind om Spitfire-piloot te worden en werd hij gestationeerd in Lille. En dat is hemelsbreed, hier eigenlijk helemaal niet zo ver vandaan. En Erwin heeft in zijn jonge leven 56 aanvalsmissies uitgevoerd als vliegenier van het Armée de l'air groep Île-de-France. Maar zijn laatste missie, mensen, was hier op 17 september 1944 op de haven van Terneuzen. En hier boven Sluiskil is zijn vliegtuig door Duits afweergeschut neergehaald. En daar kwam hij, Erwin Boudry, 26 jaar jong, daar kwam hij om het leven. Op 28 september, na de bevrijding van Sluiskil, is hij hier op de begraafplaats begraven.
en na de oorlog herbegraven in de plaats Charenton-le-Pont, de plaats waar zijn ouders woonden. Maar ter nagedachtenis van Erwin is er dus een monument opgericht. En zijn verhaal, en het is en blijft onvoorstelbaar welk offer hij en veel hele jonge geallieerde soldaten toen voor ons hebben gegeven. Hun leven werd in de knop gebroken en ze gaven hun leven voor onze vrijheid. Wij waarderen de enorme inzet van de werkgroep Stichting Bevrijdingssluiskil en wat mij betreft hervatten we hiermee een hele mooie traditie om dat hier op deze plek in Sluiskil te blijven doen. Dankjewel en we gaan luisteren naar Amazing Grace als het goed is. Zou Sluiskil niet zijn als wij ook niet iemand hadden in ons midden die, eigenlijk de nazaat is van een van de, van de grondleggers, denk ik, van het dorp onderhand. Honoré Colson, het standbeeld staat begin van Sluiskil in de Baljuwlaan. En zijn kleinzoon gaat een verhaal vertellen, de herinneringen die hij heeft van zijn opa, van zijn vader en van zichzelf, denk ik. Hoewel ik in november 1941 geboren ben, de oorlog was al een tijdje bezig, herinner ik me nog enkele gebeurtenissen welke in mijn geheugen gegrift zijn. Het eerste wat ik me herinner van de oorlog is dat we ondergedoken waren in de kelders van het ziekenhuis. Er waren bombardementen bezig op de Lazot, de kunstmestfabriek, nu Yara geheten. Zowat geen Sluiskil zat met beven en angst in de kelder. Daar werd alles door de nonnen geregeld. Mijn grootvader had de leiding, of nam, zoals hij gewend was, de leiding. Hij zorgde dat iedereen een rustig plaatsje had en beval dat iedereen stil moest zijn. Moest zwijgen, zoals gij dat zei. De slagerij van mijn opa was gedurende de oorlog en korte tijd na de bevrijding gesloten. De sluiting kwam dus omdat mijn grootvader niet wilde meewerken met de Duitse bezetters. De noodslachtingen waren altijd op maandag. Dat ging zo. Het was geen echte noodslachting natuurlijk, maar hij werd op een speciale manier georganiseerd. Er werd de koe in de achterliggende wei gehaald. Mijn opa was slager, maar ook veehandelaar. Er werd begonnen met slachten. Er werd de plaatsen uitgebeend. Er werd niet gewogen. En de mensen moesten zelf een tas, doek of papier meebrengen om het rundvlees voor een klein prijsje te kunnen kopen en meenemen. En wat ook in die tijd gemakkelijk was, iedereen kende iedereen. Voor degenen die geen geld hadden, deze kregen zo wat mee. Wat overbleef, ging naar de paters kapucijnen, die het verder verdeelden onder de armen. En een deel ging naar de nonnen van het ziekenhuis. Sluiskil was bevrijd en had toch te eten. Emily. Daar zat je dan, op je bed. En dan hoor je het luchtalarm. En dan weet je het wel, de Duitsers zijn in zicht. Ze kwamen eraan, dus wij moesten gaan. Ik werd wakker van een vreselijk geluid. Een keiharde knal en alle ramen vlogen eruit. Om de Duitsers te kunnen stoppen, is onze brug nu naar de knoppen. Belgische soldaten tuurden door mijn raam. Ze riepen, allemaal uit jullie huizen, de Duitsers komen eraan. Sluiskil Oost stond in brand. Niemand had daar meer zijn eigen stuk land. We verstopten ons bij de boeren. 23 mei 1940. Sluiskil is bezet. Langzaamaan keerden we terug naar huis. Maar daar troffen we niets dan gruis. Alles is kapot. Mijn huis lijkt op een ingestorte grot. Daar zat je dan. Maar nu niet meer op je bed. Schuilkelders gegraven, zodat we kunnen schuilen. Schuilen en huilen.
totdat de Duitsers weg zijn. Oorlog raakt groot en klein. En toen opeens stopte een trein. Nu zijn de Duitsers op de vlucht. En opnieuw gaat onze brug in de lucht. 20 september 1944. De Polen aan de oostkant. 21 september, de Canadezen west. Iedereen was bang. Maar één ding was het best. De oorlog hebben ze hier weggepest. Die duurde hier ruim 4 jaar. 4 jaar te lang. We gaan nu naar de kranslegging. Na de kranslegging zal ik proberen iedereen te bedanken. Maar ik wil toch een voorzetje alvast geven. Omdat de mensen hier zelfs in de regen toch het staande houden hebben. De Wapenbroeders, bedankt namens Sluiskil. De vlaggendragers, bedankt namens Sluiskil. Ik zou zeggen, burgemeester, aan u de eer. De tweede krans wordt aangeboden door de scholen, de mozaïek, het mozaïek moet ik zeggen. En die hebben gekozen voor de kleuren geel en blauw. Ook om een klein beetje steun te brengen aan de mensen die nu oorlog voeren. Dan de derde krans is van de gemeenschap Sluiskil en die wordt gelegd door Bea Brakke. Lukt het? Wij hopen, en ik denk dat gezien de opkomst, dat dit een herhaling waard is. Wij danken de mensen van de voertuigen. Wij danken nogmaals de vlaggedragers en de wapenbroeders. En wij danken jullie. Spannend. Ja, het was wel spannend om te doen, ja. Heb je het gedicht zelf gemaakt? Met de hele klas. Iedereen had zijn eigen gedicht gemaakt. En we hebben samen een mooi verhaal gemaakt. En waarom moest jij het voordragen? We hadden mensen uitgekozen die het beste konden voordragen. En ik ben uitgekozen door mijn klas. En daar ben je een beetje trots op? Ja, ik vond het wel mooi om te doen ook.